Hallo allemaal, ik wil jullie vandaag even laten zien ons nieuwe product, het mini handnaaimachine, wat gewoon met de hand werkt door te duwen. Het lijkt zo net een niet-machine, dus geen batterijen, geen stroom, zo overal te gebruiken. Het is ook nog heel klein, hij is ik denk 10-11 centimeter lang en ik denk een centimeter of 8 hoog. Dus ook nog makkelijk mee te nemen. En het voordeel is, je kunt er alle klosjes garen op doen. Als je hem koopt, zit er een klein spoeltje bij. Een plastic spoeltje met een klein pinnetje. En die kunt u dan hier aan de zijkant bevestigen. U kunt dus ook het spoeltje vervangen door uw eigen spoeltje van de naaimachine. Maar het leuke is, er zit ook een langer stokje bij. Waardoor u de grote klosjes... Die zult u vast ook wel hebben, sulky garen of de metler garen. Dus zo kunt u alle kleuren gebruiken die bij uw kaart passen. Als u een kaartje geborduurd heeft of wat dan ook, kunt u gewoon je eigen klosje erbij gebruiken. Je steekt het pinnetje erdoor en je klikt het zo vast op de machine. En dan ga je hem spannen net als een gewone naaimachine. Hier zit een klein uitsteekseltje met een gaatje erin. Daar gaat het draadje door. Dan gaat hij van beneden naar boven. U herkent de onderkant van de machine altijd door de tekst en het grootste deel van de machine is de onderkant. Dan zit hier een soort spoeltje. Daar gaat je draad onderlangs, naar boven en dan weer naar onderen. En dan kom je hier uit en dan ga je de draad door de naald doen. Er zit een handig Willemientje bij. Die gaat even kijken. Door de naald. Het draadje gaat van achter naar voren door de naald. Ik zit nu niet aan mijn werktafel, maar gewoon aan de keukentafel. Ik heb hier niet genoeg licht. Even kijken. Zo. En dan zit hij erdoor. Het draadje zit nu nog boven dit plateau. Het draadje moet onder het plateau zitten, wil hij werken. Dus ik duw hem half in. Ik doe met mijn andere hand het lipje omhoog. Kijk. Ik duw de machine in, lipje omhoog en dan kan ik hier zo het draadje pakken, zodat het draadje aan de onderkant zit. Ik zorg dat je aan de zijkant eruit komt. En dan is het, stikken maar. Je gaat het klepje omhoog doen, zodat het papiertje eronder kan. En je zet hem erop en zorgt dat het draadje aan de zijkant nog zit. En dan is het een kwestie van nieten. Het is in het begin even oefenen dat je recht gaat. En als je klaar bent, dan gaat dit weer omhoog. En dan trek je gewoon. Het draadje zal breken. Maar dat is hier aan de achterkant zit dat afgehecht dan. Daar zou ik altijd nog wel even een plakbandje over plakken, zodat die zeker niet losgaat. De voorkant kun je gewoon kort afknippen. En zoals je ziet, heb je een leuke steek. Zo kun je al je kaarten mooi voorzien van een stiksteek, zeg maar. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En mochten er nog vragen zijn, u kunt het altijd even mailen naar ons. En ik probeer dan zo goed mogelijk antwoord te geven. Bedankt voor het kijken.